En dan nu? Hallo kijkers, in het centrum zijn twee dubbele roltrappen. Eentje in de Mariekestraat en die doet het meestal wel. En eentje bij de Hezelpoort op de Nieuwe Marktstraat en die doet het al 2 jaar niet. Het was de bedoeling dat je daar met de fiets omhoog ging en ook omlaag. Die roltrap heeft heel veel geld gekost. De gemeente Nijmegen heeft er sinds 2004 250.000 euro aan onderhoudskosten aan uitgegeven. Ja, u hoort het goed, 250.000 euro. Dat is per jaar 40.000 euro gemiddeld, want hij staat al 2 jaar stil. Ik lees in een brief van het college dat ze geen dakje boven de roltrap gaan maken omdat dat het onveiligheidsgevoel vergroot. En ik lees ook dat omdat er niemand het laatste jaar nog geklaagd heeft over de stilstaande roltrap bij de bel- en herstellijn, de roltrap daarom maar weggehaald kan worden. En dat kost dan ook weer 40.000 euro. Ik hoorde nog iets vreemd in de speurtocht naar hoe dat geld verdeeld wordt in de stad. Dat was dat de leverancier van de roltrap geen dakje boven de trap wilde hebben, want dat scheelt heel veel inkomsten uit het jaarlijks onderhoud. Verder schijnt de aanbesteding voor de sloop over de verkiezingen heen getild te zijn. Want dit is nou ook geen echte reclame voor een goed doordacht bestuur. Dit fraaie staaltje symptoombestrijding blijft wel aanwezig. De fietsgoot was te dicht tegen de trapleuning aanbedacht en er moest over de hele trap een dubbele nieuwe RVS-goot gemonteerd worden. Wat dat zich gekost heeft, heb ik nergens kunnen vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Waarom ze deze kant-en-klare helling nooit zijn gaan gebruiken, mag Joost weten.